Nou, dit, uh, dit was de aflevering waarin de Doos van Pandora dus weer terugkeerde in het spel. En dit hebben ze dus uh, vier jaar lang even in de ijskast bewaard om uh, het uh, voor deze aflevering dan weer uit te pakken. Met die consequentie waarvan ze toch iets zoiets hadden van. Ja, dit gaan we toch gewoon nog een keer gebruiken. Ook al was het vier jaar geleden kwam het niet uit zoals ja. we verwachten dat het uit zou komen. Uh, wat vond dat je het van de zwaarder? Het zou mij ook niet zo verbazen als hij gewoon nog een keer terugkomt, deze, dit seizoen. Oh, de, dezelfde kist bedoel je gewoon weer? Met... Ja. Ja, ja, ja. Ja, het, het, ik, vond het, uh, ik vond de zware consequentie vond ik wel... Je, je had hem wel kunnen verwachten of zo, op een of andere manier. Ik had wel zoiets van, ik vind hem wel leuk of zo bedacht. Ja, ja. Maar origineel, ja. ja. Ja, we gaan nee, het natuurlijk zeker. straks helemaal uitgebreid over die doos van Pandora hebben. Het was lekker filmisch ook dat hij helemaal aangespoeld naar Sicilië ging. En uh, ja, dat, dat doen ze altijd wel goed als beginstukje dan in, uh, in de bron. Dan word je al gelijk een beetje hè, geprikkeld voor de aflevering. Um, ja, moeten we nog iets uit de quote halen die we in het begin van de aflevering zagen? Uh, zo, wat was de quote eigenlijk. Dat, uh, dat Ik heb hem opgeschreven. De quote is leeft de mol nog? Dat heeft Caroline oh. benoemd. Oh ja, ja, ja. ja klopt. Uh, weet ik niet. Misschien dat het gewoon, omdat het ook te afvallen, omdat het gewoon iets leuks was, dat ze het uh, op die manier erin hebben gedaan. Ik, ik kon ook niet echt refereren naar een bepaalde opdracht of zo in deze. Nee, in deze het, aflevering. het ging volgens mij op dat uh, puntje uh, dat ze op een gegeven moment in de auto zitten en Charlotte ja. die. Ja, dus die had niet Ja, dat was het ja. Of niet ja. echt goed afstand houdt op haar voorganger. En dit is wel de tweede quote die te maken heeft met Charlotte. Want de vorige aflevering was natuurlijk Ik Ben de Mol en dat was de achternaam van Charlotte. En nu mm -hmm. slaat het weer op Charlotte. Dus ja, het dat zou nog even het zou kunnen. Iets kunnen zijn. Maar ja, we gaan het in de gaten. Houden. Misschien kan het ook gewoon slaan dat zij dan de afvaller was. Ja, dat, dat, uh, dat zou ook maar zo ja. kunnen. Ja. ja. En misschien pakken ze ook wel gewoon wat is leuk om als quote te gebruiken in de aflevering, ja. Precies. Uh, geen idee. Uh, wat vond je van de tweede aflevering uh, over het algemeen? Ja, ik vond hem wel, uh, wel weer een leuke, leuke aflevering. Ik vond hem wel een beetje voorspelbaar wat dat betreft. Uh, zeg maar, ja. je wist eigenlijk bij die eerste opdracht al... Ik had al het idee van, ja, dat gaat sowieso niet lukken. Uh, bij die tweede opdracht ja. had ik eigenlijk ook wel zoiets van... Um... Ja, het zou me niks verbazen als ze inderdaad gewoon veel te laat komen... of dat, dat, of dat ze dan toch uiteindelijk voor het voordeel gaan. Want dat, is, ja, dat, dat zien we wel vaker in, in de mol. Dat je de, als je dan uiteindelijk voor de keuze staat van geld of hè, een, een voordeel... dat je dan snel voor het voordeel gaat. En ook bij die laatste opdracht was het vrij duidelijk dat iemand de kist ging openen. Ja, ik, eh, ik kan me nog vier jaar geleden herinneren... toen hadden ze dus ook dat hele concept met die kist neergezet. En toen was het zo van... Um... Je mag hem in de nacht. Heb je de kans om hem te openen? Dan gaat volgens mij tussen vier en zes gaat hij open of zo. En toen hadden kandidaten dus bedacht van: we gaan bij die kist slapen in de gang, uh, zodat mm -hmm. niemand anders hem open kan maken. Stiekem. Ja. Uh, en nu was dat hele concept ook wel weer net anders ingedeeld. Want nu werd je gewekt inderdaad om een bepaalde tijd. En, ja, ik denk ja. dus dat ze dat ook wilden voorkomen. Wat ik dus, ja. wat ik wel, wat ik had verwacht. Um... Ja, misschien moeten we dat zometeen trouwens maar even met, als we het over aflevering 3, of over opdracht 3 gaan hebben, dan okay. zitten we een beetje in chronologische volgorde. Ja, dat, uh, dat lijkt me goed. Uh, ja. ik, ik kan wel uh, in grote lijnen volgen uh, hoe je over de aflevering dacht, dat had ik ook wel. Maar het uh, viel me wel iets op en dat was kijk bij wie is de mol heb je op een gegeven moment je hebt ook wel vaak een timer in beeld en als die timer afloopt dan is eigenlijk gelijk het spel voorbij en hier merk ja. ik wel op gewoon van ze laten gewoon het hele de hele opdracht gewoon aflopen en daarna zie je maar of je het wel of niet gehaald hebt en ja precies dat is toch een andere manier van benaderen van zo'n ja volgens mij verschilt het ook wel een beetje want ze hebben volgens mij ook wel eens opdrachten waar ze wel zeggen jongens de tijd is op uh, we zijn ja. klaar uh, ja. maar bij dit soort opdrachten dan ja kan het ook best goed, omdat ze toch, toch ook wel in de buurt waren. En... Precies, ja. Ja, het, het, toch waren het wel opdrachten waarvan ik zoiets had... Je had het wel kunnen halen, want het scheelde elke keer maar ja. net een beetje. dus het, ja. Je had het op zich wel kunnen halen, maar dan had ik wel zoiets van... Uh, dat, 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 ik, dat ik wel denk dat, dat... Zeg maar, je wel een aantal hele goede molposities had. Ja. Uh, waardoor ik denk dat het heel moeilijk wordt om het te halen. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Ja, misschien is, is uh, dit wel het werk van de mol geweest. Hè? Dat, dat weten ja. we natuurlijk niet. Ja, het is um, misschien een ja. goed bruggetje direct naar de eerste aflevering, of naar de eerste opdracht. Mm -hmm. uh, want dat is de opdracht waar ze de ijsjes naar het strand moeten brengen. En waar Exist. ze uiteindelijk dan opgedeeld zijn in twee groepen: de mensen die de ijsjes moeten verzamelen. En de, mensen, uh, en de groep die met de auto's de ijsjes op moeten gaan halen. Ja, inderdaad. Dan is natuurlijk de vraag. Waar wil de mol zitten? Ja, <laughs> dat is een moeilijke vraag. Ik denk vraag. dat je allebei wel een goede, of, of niet een slechte positie hebt. Maar dat dacht ik ook. Wat, ja. wat denk jij? Nou, ik zat zo te beredeneren. Kijk, uh, als je bij die auto zit, dan heb je meer invloed op de tijd. Want daar mm -hmm. gaat natuurlijk wordt, gaat de tijd eraf als die sleutels uh, niet in één keer juist, uh, de juiste volgorde worden uh, aangezet. Uh, dus daar kun je tijd van het geheel afsnoepen, waardoor je misschien te laat komt en helemaal niks verdient. Aan de andere kant kun je zeggen, bij die ijsjes ga je de inzet voor deze opdracht verdienen. Ja. Dus wat jij zegt, ja, je kunt volgens mij bij alle plekken mollen. Maar als je dan toch een plek zou moeten aanduiden, zou ik zeggen dat je liever bij de auto zal zitten. Maar... Ja, dat had ik ook ja. inderdaad. Omdat je, volgens mij is het best wel makkelijk om zoveel tijd eraf te halen dat het niet meer haalbaar is. Wat we nu ja. ook zagen. Inderdaad. Ja, want het was en, een uur speeltijd en, en dat werden de veertig... ...omdat er uh, vier uh, verkeerde uh, ja, combinaties worden gemaakt met die autosleutels. Gaat er dus 20 en minuten. het waren ook wel moeilijke, moeilijke logo's, moet ik zeggen. Sommige kon je ja. eruit halen, maar bijna geen enkele. Nee, ik heb weinig verstand van auto's, moet ik ook eerlijk zijn. Dus ik had dit ja, ook ik echt ook niet goed maak. gekund. Dat schuif, nee. toetel, dat is helemaal mijn ding. Dat vind ik echt fantastisch met dat schuiven... Mm -hmm. ...en dat die auto's er dan uit moeten van die parkeerplek. Maar... Uh, inderdaad, die Italiaanse automerken. Dat was ja. mij ook niet geluk. Nee, maar het lijkt me als mooi zijnde dat je daar. Want, want hè, dan, dan zorg je gewoon dat je een aantal van die automerken fout hebt. En nou, dat is sowieso wel al min geld dan. En als je dan ook nog eens een beetje gaat sturen op, een trage, op die trage puzzel. Ja, uh, hè, want je hoeft maar één ding even verkeerd te schuiven. En dan moet je alweer heel anders gaan denken. Precies. Ja, ja, ja ik denk van Filipe. Heel erg is. de leiding nemen daar. Ja, ja. precies. Uh, ja. wat, wat, wat ga je dan doen als mol? Ga je dan zoveel mogelijk verkeerde uh, ja, de combinaties dan met die autosleutels doen? Of laat je dat aan andere kandidaten over? Nou, ik zal denk ik als, sowieso als eerste de, 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 de willen pakken. Want daar mm -hmm. speel je al gewoon per fout de antwoord vijf minuten weg. Ja. En als, de ander, als je merkt dat de ander het niet weet, dan kun je gewoon heel makkelijk doen van ja, zullen we dit pakken dan. Uh, uh, en als je, want de mol, weet sowieso de combinaties. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Daarom, ja. En als jij dan merkt dat de andere het niet weet, dan... Kijk, als de andere heel duidelijk is, ja, dit is zo... dan kun je als model net zo goed niet tegen. En, en of je daar dan bij staat of niet, ja. dan is hij sowieso goed. Ja, ze mochten maar wel in tweetallen dan bij uh, de, de autosleutels staan steeds. Maar wie ja. dan wanneer ging, dat bepaalde ze zelf onderling een beetje. Ja, precies. Maar ik had het idee dat het ja. meestal hetzelfde duo was wat dat deed. Ja, wel veel, ja. Ik, ik heb ze hier hand. even opgeschreven ja. ook... Uh, uh, wat dan de, de combinaties waren, want er waren zeven autosleutels. En ja, Daarvan is er veel bij. Ja, ja. En ja, in eerste instantie niet zei dat hij, volgens mij zei namelijk Bernard dat hij er veel verstand van had. Ja, dat, dat oppen ze allebei een beetje. Bijna volgens mij, ja. omdat zijn vader of zo uh, iets van een Italiaanse bedrijf had in auto's. En ze ja, had er ook wel verstand van, zei hij. Ja. Ja. Dus dat is wel slim om daar dan terecht te komen, ja. Um want volgens mij heeft Senne letterlijk nog een keer tegen Lin gezegd van wil jij ook een keer proberen? En Lin zegt dan ja. nee, ik heb er geen verstand van. Doe jullie maar. Dat zou ik dan als nee. moeder niet zo snel doen, maar. Nee, inderdaad, misschien, ja, ja. ofwel of omdat je al weet van we hebben best wel veel fout of zo. Ik weet het niet. Ja, dat zou kunnen, ja, ja, dat je toch al merkt van het gaat toch al fout bij die heren. Dus uh, ik hou me even op de achtergrond. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Ja, wat, wat valt ja, je nee, dat meestal vind, op Ik vind Lin overigens niet heel verdacht, toch maar... Nee, nee, ik ook helemaal niet, nee. nee. Alles behalve, nee, maar... Ja, ik, ik zou, als ik de mol was, had ik daar iets meer uh, inzet getoond. Ook om het fout ja. te doen, uh, als, ik, als zij de mol blijkt te zijn, alsnog. Precies. Maar, Goed. maar ja, ik, ik vind Sen hier wel weer op een hele goede positie zitten. Ook omdat er best wel veel van de dingen waar hij bij is geweest gewoon fout zijn. Ja, helemaal mee eens. Dus, ja, Senna uh, zit op een goede plek. Volgens ja, mij heeft hij ook van de zes opties: Even kijken, 1, 2, 3. Ja, heeft hij de helft goed en de helft fout. Dus uh, ja. ja, een goede score, denk ik ook wel, voor de mol zo. En, uh, en ik denk ook als je even waarom ik denk dat, dat dit een betere positie is als de, het ijsjes vangen. Um, omdat ongeacht of je bij het ijsjes vangen bent, het gaat sowieso niet altijd goed daar. En nou. zeg maar, je, je bent of het ijs aan het vangen, of je bent aan het zeggen wat de spelers moeten doen, of je bent aan het likken. Het is niet alsof jij nog invloed hebt op wat die andere persoon langs zou doet. Nee, klopt. Dus, ja. zeg maar, er worden altijd ijsjes verdiend, hoe dan ook. Ja, dan hadden ze twee van die units naast elkaar staan, waar ze in dat spelletje ja. mee konden spelen, en uh, die bolletjes op konden vangen, ja. Dus, wat je zegt, Precies. ja. Dan gaat het misschien langs je heen, waar er toch geld, uh, of in ieder geval ijs dan ja. verdiend wordt. Ja, dat is zo. Um, ja, op een gegeven moment zijn dus die autosleutels hebben we dan wel gehad. Dan moeten ze nog die puzzel in elkaar schuiven. Dat gaat volgens mij relatief. gaat dat wel oké okay, hè? Ze zijn mm -hmm. op zich nog wel redelijk snel um, klaar. En dan gaan zij dus alvast met de auto's dus naar um, ja, de andere kandidaten toe. Um, ja, heb je daar nog iets opvallends gezien waarvan je dacht van. Ja, yeah, stel hier zit dan nou, toch de mol tussen. Ik, ik, ik vond het opvallend dan? dat. Een, dat uh, ik weet even niet meer wie het was. Volgens mij was het Lynn. In ieder geval. Die direct opperde van. Zet de erko aan. Zet de erko aan. Oh, en in dat de auto. Ja, een... Klopt. Ja, dat vind ik echt een, een kandidaatactie. Ja, helemaal mee eens. En uh, Philippe deed het in de andere auto. Dus dat, ja, dat is ook Philippe, wat van. Philippe verdenk ik overigens ook niet, niet echt. Gewoon nee. ook met, met hoe hij de leiding pakt. En dit soort opdrachten. En dat het dan ook goed gaat. Ja. Uh, en ook in combinatie met de andere opdrachten van vandaag vind ik hem ook niet heel veel zijn nee mee eens nee ja go goed dat je het zegt inderdaad ja die die, die airco aanzet is natuurlijk wel een slimme uh, oplossing ja. om uh, het ijs minder snel uh, te laten smelten um... zeker omdat het wel warm is volgens mij dus het is ja, zeg dat maar alle al, al, en zeker zo'n auto dat is natuurlijk als het daar al warm in is ja alles smelt gewoon de sneeuw voor de zon weg ja dat is waar uh, ik moet zeggen, bij het ijsjes maken, ja, ik zit een beetje in de Stephanie-tunnel, dus ik let wat meer op haar. Maar ik vond haar mm -hmm. wel opvallend, omdat ze en de naam van een ijsje heel langzaam uitspreekt, waardoor die eigenlijk al op de grond valt, voordat iemand oh, er ja. een hondje onder kan houden. Is me opgevallen. Goed. En ze vangt zelf, en ik heb even de beelden helemaal teruggekeken, zelf maar één keer een bolletje ijs op. Dus haar score bij deze opdracht is ook niet uh, denderend. Minimaal. Minimaal, zou je kunnen zeggen, ja, ja. Uh, en ik vond Coco wel heel fanatiek hier overkomen. Dat merken ja. we vaak in deze aflevering. Ik, ik vind haar een beetje irritant ofzo. Ja, ik weet dat vond ik ook een beetje. Echt, Ze is super, um, uh, super aangebrand iedere ja. keer. Iedere keer als er wat gezegd wordt, dan direct dat ze gaat schreeuwen of net wat. En... Ja. ja, weet niet. Ik, ik vind het niet, niet relaxed om naar te kijken. Nee, dat had ik ook een beetje. Na verontschuldiging zich wel gelijk weer tegenover ja. Charlotte. Maar die twee hadden wel een beetje beef met elkaar. Ja, ja, ja. Ik, ja ik weet niet, ik irriteer ja. me daar gewoon een beetje aan of zo. Ja. Ik, ik heb Ja, gewoon relaxed. Ja, het is ja. een spel. Ja, ik denk dat ze op social media ook wel een beetje dezelfde gedachten uh, rondging. Oh, ja? En dat ze ook wel dat uh, naar haar toe geslingerd heeft gekregen. Ja, ik zit oh. een beetje wat F-groep waar, waar ze ook wel deze meningen uh, verkondigde. En. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dat ook wel een beetje min of meer uh, meegekregen heeft op social media. Gok ik zomaar ah, ja, ja, op ja, ja. een, uh, een X is, of weet uh, ik van wat. Ja. Dat is dan wel weer onnodig. Maar. Ja, dat vind ik <laughs> ook. Maar ja, dat, dat ja. krijg je natuurlijk als je dan met zo'n uh, programma meedoet. Uh, ja, ja, dat is zo, dat is zo. Ja. Dus Dag, nou, dat is je niet helemaal de bedoeling. bedoeling. Ja, dat is waar. Dat is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Um, Oké, okay. uh, dan komen de kandidaten dus um, ja, iets laten op het strand aan. Daar valt nog wel een bolletje ijs uh, door Coco. Ja. ja volgens het mij vrij. meer uit. It, ja. Ik vond het er meer uit. uit, uit uh, onmacht uitzien als iets anders. Vond ik ook ik, wel. Zeg ja. Maar ik had dit wel al zien gebeuren, namelijk. <laughs> dat het ging. Dat, dat, ja. Dat ja. is bijna onvoorkombaar, volgens mij. Ja, ze, ze wilde het ook gewoon te snel doen, denk ik. En dan. Ja, volgens mij wilde de een. Volgens mij was het Stephanie die wilde een bolletje van haar overpakken voor, op haar hoorntje. En daar ging het volgens ja. mij mis. Maar Ja, ja, ja. ik. Uh, ik ik weet, natuurlijk, ik weet toevallig het een en ander over het ijs stapelen. Ik heb. Zoals uh, oh. jij wel weet, ik ja. heb uh, natuurlijk best een tijdje in een ijssalon gewerkt. Precies. Maar het is ook als die bolletjes gewoon niet goed op elkaar zitten, dan vallen die er zo af. En je kunt die eigenlijk niet super goed op elkaar doen als je niet met een tang dat doet. Of echt dat keihard aanduwt. Oh, ja. dat, zeg ja. maar, dat, dat, als die niet op elkaar zitten, dan rollen die gewoon van elkaar af. Dat, ja. dat heb je zelf wel vaker gezien bij kinderen die dan ergens aan likken en dan. Poef dat bolletje valt dan ja, op de grond. Ik geloof dat het niet goed aangedrukt zit of zo. Ja. Ja, dat ja, is niet, dat niet, is, niet uh, gek ja, dat, dat dit gebeurt. We. Nee, precies. Dat, uh, en ja, dat, dat doen ze dan misschien dan toch wel te weinig, inderdaad. Als je dat even goed aandrukt voordat ze. Ja, dan ook echt het is gaan. Op, het is natuurlijk, ze moeten een bepaalde hoogte hebben. En als je het te hard aandrukt, dan doe je ze plat. Maar ja, hè, wat, zeg maar, ik denk als je het niet aandrukt, dan heb je sowieso geen geld. Dus ja. Ja, ik had wel het idee, één hoortje was net te weinig, maar twee was wel relatief ja. hoog genoeg. En ja, dan kon het nog wel een beetje smelten, toch? Ik wou net zeggen, want dan stonden ja. toch een paar trieste ijsjes bij die goed verkeurd werden. <laughs> ja, als ze dan maar hoog genoeg zijn, dan is het prima. ja, ja. Precies. ja. <laughs> Ik vind het wel grappig hoe je dit dan test. Ja, dan moet je gewoon een beetje rekening houden met dezelfde temperatuur op een bepaalde dag. En dan moet je kijken of dat dan lukt. Ja, ik weet niet ja, of je dit dan testen blaad. van tevoren. hè lijkt wel grappig. Ja, maar ik... ik... Zeg maar, ik snap wel dat ze, die niet, uh, dat ze dit seizoen niet in uh, Groenland hebben gedaan. Want dan hadden ze deze opdracht nooit kunnen doen. Ja, dat was het heel makkelijk <laughs> geweest. Ja. Ja. Pu puur voor deze opdracht is het Sardinië geworden, denk ik. Dat zou of Sicilië, zijn. niet Sardinië. Uh, Sicilië, ja, precies. Ja. Um, nou, dan nog een laatste hint die voorbij kwam in deze uh, opdracht. En dat was dat de letters, um, of de, de, de auto's eigenlijk op de parkeerplaats ja, ja. de letter P vormen. Die vond ik wel leuk gevonden naar... Ja, parkeerplaats, maar misschien ook wel naar Filip natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, het zou zomaar kunnen. Die vond ik wel, uh, wel leuk uh, bedacht. Uh, dat is hoe de, de, de auto's in het begin van de opdracht staan, voordat ze nog uh, ja. verschoven moeten worden. Dus, uh, ik zie het inderdaad. Nul ja. um, euro, dus um, ja, goede opdracht voor de mol, denk ik zomaar. Ja. En uh, slim dat Bernard hier in ieder geval niet zijn verdubbelaar in heeft gezet. Um, ja, dat leren we natuurlijk ook pas in deze aflevering... ...dat de verdubbeler maar één keer in mag gezet mag worden... ...door ja, de, de, degene die ze bijhoudt eigenlijk. Um, ja. Dus Bernard zet ze eigenlijk in de tweede opdracht wel in... ...en dat is dat hele Senna bevrijden in um, ja, een soort gevangenis eigenlijk. gevangenissetting. Mm -hmm. um, ja, ook hier weer. Is dat een goede molpositie? Ja, nou ja, ik zit zelf een beetje in de, in de, de Senna-tunnel... ...maar ik denk ja. het wel ja, want uh, mijn theorie hierbij, Kijk, nu komt is ja, dus echt. Okay. Ik heb je heel, heel, goed op nagedacht. <laughs> heel goed. Heel goed. <laughs> zeg maar, de mol weet natuurlijk wat er, wat er te wachten staat. Uh, ja. Ik, denk dat je als mol zijn de best een goede positie. Zeg maar dat het niet, in principe niet heel veel uitmaakt waar je bent, maar dat het dus ook helemaal niet uitmaakt als je in de gevangenis zit. Want dan ben je erbij als die bordjes verhangen worden. Ja, en gewoon vanwege een moreel kompas dat mensen hebben, gaan ze je sowieso niet onderaan laten hangen als je daarbij staat. Ja. Ik denk dat een mol ook best wel weet hè, wat er in, er in die kist zit en wat er mee kan gebeuren. En dat, dat, daar wil de mol denk ik ook graag invloed op, op hebben. Dus hoe hoger jij uiteindelijk op dat bord komt, hoe meer kans je hebt op invloed. Dus ja, ook zeker. al begin je helemaal op het einde, je weet dat de opdracht op het einde wordt uitgespeeld en je weet ook dat mensen je niet gaan laten hangen. Ja, dat is waar. Dus dat, dus, je, uh... dus dat je sowieso bovenaan ergens komt. Ja. En sowieso kun je bij die andere twee verdiepingen ook gewoon nog mollen, want je hebt elke keer dat portefeuillecontact. En als jij gewoon ja. maar heel weinig op die ventilatorknop drukt, dan maak je die opdracht weer heel lastig voor de anderen, natuurlijk. Die ja, dat. En je kunt dus ook gewoon uit. Um, uh, nog, nog even over die borden. Je kunt dus ook nog zeg maar. Ik denk dat, je dat, dat kandidaten heel moeilijk zeg maar, hem niet kunnen verplaatsen. Want dan zeg je, ja maar jongens, kom op, ik heb al de hele tijd hier moeten zitten. Ja. Jullie kunnen me niet ook nog als laatste laten hangen, want dat gaan mensen sowieso vertellen. Ja, en dan sluit je dat... maar een soort deeltje dat zij dan bij de 100% mogen. Dat ja, was nu dus precies. bij Caroline en Philippe het geval. En dan gaat hij naar 75%. En even ja. vooruitlopen op de volgende opdracht. Kijk, het is heel logisch dat er wordt afgesproken: we gaan die kist niet openen. En dat die uiteindelijk wel open gaat, dat verwachten volgens mij iedereen. Ja. Maar dat de eerste die het niet zijn, is volgens mij ook best wel te gokken. Dat de eerste het niet gaan doen, want dat is ja. al direct zo voorspelbaar eigenlijk. Ja, ja, dus ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar op de hotelkamer zeggen ze heel iets anders dan dat ze daadwerkelijk op een gegeven moment bij die kist buiten staan. Dus dat is ook ja, wel heel precies. grappig. Precies. Ja. Ja. Dus uh, het zetten ze wel al, maar... uh, beginnen al snel aan het twijfelen. Ja. Um, maar ik vond maar, in ja. ieder geval wel dat hij in. Uh, dat, dat in ieder geval. Ik, ik denk dat het allebei goede posities waren. Um, ik weet niet of er per se een betere was. Maar ik denk wel dat als jij opgesloten zat in de toren. dat je voor de, de laatste opdracht van deze aflevering. de beste kansen had. Ja, ik denk dat ik het met je eens ben, inderdaad. Ja, ja. Ja, of omdat je omdat de, je gewoon gegarandeerd precies. een hoge ja. plek hebt. En dat, of het dat nou één of twee is, dat maakt volgens mij niet heel veel uit. Nee. Inderdaad. Um, ik denk dat we gewoon even de verdiepingen door moeten gaan en dan kijken wat daar ons opviel um, qua verdachtmakingen, et cetera. Uh, eigenlijk voor de opdracht al uh, moeten de kandidaten dus uh, aan tafel gaan zitten, want er staan allemaal uh, enveloppen liggen op de borden van één tot en met vier, tweemaal liggen die er. En um, ja, er galmt eigenlijk een soort platen spelen door de gang, waardoor de kandidaten al best wel vroeg gewekt worden en. Ja, Senne komt dus als laatste eigenlijk aan bij het, uh, het ontbijt. Dus zodoende komt hij in de positie terecht. Hij krijgt een soort van aparte rol. Hij krijgt een aparte envelop. En dan loopt hij eigenlijk gelijk weg van de, de rest van de groep. En mm -hmm. ja, zien we hem dus later dus, uh, opgesloten zitten in die uh, gevangeniscel. Um, ja, ik dacht eerst nog maakt het dan uit welke envelop je hebt gepakt. Maar ja, iedereen komt wel aan bod, denk ik. En... Of je dat nou ja. als eerste doet in de eerste verdieping, of dat je later nog een keer een, een foute keuze kan maken. Dat maakt dan ook niet zo heel veel uit, denk ik. Nee, want ik, nee. ik denk ook. Uh, want uiteindelijk, wat natuurlijk het idee van deze opdracht was, is dat, dat als Senne in zijn uh, gevangenis op de knop drukte. Dan stopte de ventilator voor de spelers. En dan konden ze eigenlijk de opdracht uitvoeren zoals hij bedoeld was. Ja. Maar dat zeker bij de eerste. Uh, de eerste verdieping, waar ze dan uh, de wetten, zeg maar de, 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 de foute wetten, of de goede wetten eruit moesten trekken, ja. die echt waren. Um, ja, ik denk ja. dat daar sowieso het slimste was om gewoon die wetten eruit te trekken. Mm -hmm. ...zeg maar je leest de wet, je denkt: ja. is dit een echte? En als, het, als je denkt: dit is een echte, trek je hem gewoon eruit. Ja, dan krijg je een bak water over je heen, gaat je kaasje uit en dan moet je wisselen van ja en dan uh, van de volgende. Ja. Maar, maar dat opzoeken in die boeken, dat is toch niet te doen? Nee, want daar stond dan natuurlijk die ventilator bij. En ja, ja als die dan uitzond, dan kon je even snel door die boeken in bladeren. Maar ik ja, kan me niet dat voorstellen niet dat je heel snel dan daar die wet vindt. Of er zijn een is, aantal pagina's gemarkeerd of zo. Maar, ja. Ja, kan maar, maar het is niet een woordenboek of zo waar, nee. je, waar je even het woord spelen op moet zoeken en, uh, en je het binnen vijf seconden hebt. Ja. Ah, toch vond ik deze wel lastig hoor, ja, ook wel. Uh, er was er eentje met zandkastelen bouwen, of dat nou wel niet uh, mocht. Of een, ja. uh, een vissenkom of je dat dan mocht hebben. Ja, maar, ja. Dat, maar op zich, er waren er wel een paar. En als je er logisch over nadenkt, was mm -hmm. het vrij logisch dat dat neppe wetten waren. Bijvoorbeeld dat achteruitrijden in... in, oh, ja. in, in uh is een pizza of zo. Ja, ja, ja. Maar... ja. Tuurlijk, wat gewoon. mop ja. <laughs> Waarom zou je dat niet Ja, ik zeg, wat, ja. wat ga je doen? De achteruitrijfunctie de achteruitrij van al je auto's verbieden of zo. Ja, ja dat is die, die, te was, doen. die was van voor de hand liggend, ja. Ja, ja. precies. Dus, uh, uh, ja, kijk, uh, ja. En sommige die zijn misschien net iets moeilijker. Zo'n ronde vissen komen, kan ik me ergens best voorstellen... ...dat, hè, dat is gewoon voor dieren welzijn, dus je dat, dat dat niet mag. Ja. Maar ik vind het wel raar dat het specifiek voor romen is. Ja, dat vond ik ook wel gek, Ja. Ja alsof er blijkbaar iets gebeurd is waardoor opeens die wet aangenomen is of zo. Dat, ja, dat zo zou het wel gebeurd zijn denk ik. dan. Maar dat moet. Ja. Je, je hebt gewoon, zo, zo heb ik wel eens van een video gezien van gekke wetten. Uh, ja. En blijkbaar heb je in volgens mij een bepaalde Amerikaanse staat dat je op zondag uh, of dat je je ijsje niet in je, in je broek mag stoppen of zo. Dus, ja. Je weet gewoon dat er ooit een gek is geweest, iets heeft gedaan waardoor ze zo'n wet hebben gemaakt. Ja, dat, dat moet wel. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus, <laughs> wel een aanrader. Als je een keer een half uurtje niks te doen hebt, tik even op, uh, op YouTube in uh, uh, Weirdest Laws by State of zo. En dan, dan, vind, dan krijg je die video. Dat is echt heel <laughs> erg funny. Kijk, aanradertje inderdaad. Ja, Aanradertje. Ja. Um, wat opvalt is, uh, Lynn doet het wederom best wel goed bij deze uh, opdracht. Omdat ze dus uh, vier van de vijf wetten juist uh, raadt. Ja. En die andere blijft eigenlijk over voor Bernard. En voor de rest zien we heel vaak dat dus een duo naar binnen komt, verkeerde keuze maakt. En dan weer doorgaat naar de volgende duo weer een foutkeuze keuze maakt. Dus zo is ieder duo al een keer aan bod gekomen ja. in deze eerste verdieping, maar... Maar, um, ja. zeg maar ik vind het dus al bijzonder. Want je hebt dus in, in, in totaal nog eerst zes mensen nodig. om de goede eruit te trekken. Ja. En ja, ze zijn niet alle zes de mol. <laughs> nee, <laughs> dan gaan we even vanuit nee. van niet. Nee, nee. Ja dus, ja, dus ja. Ergens is het toch wel, wel gek of zo. Ik, ik, dat de mol de verkeerde hier eruit trekt, dat snap ik. Maar de rest ja. ook. Dus ik vraag me dan af of er echt gemol is hier of zo. Snap je? Ja, ik, ja, kijk, er staat natuurlijk iemand naast jou en je kan je heel verdacht maken door. Kijk, Lin doet ja. het dan juist helemaal verkeerd. Want die ja. uh, wil een beetje te goede kandidaat zijn, denk ik haast. Uh, waardoor ja, we denk ik wel terecht kunnen zeggen dat ze het niet is, maar nou ja, goed. Uh, maar je kan natuurlijk wel, omdat degene naast jou staat, kun je je heel verdacht maken. En kun je er een beetje van uitgaan dat die ander wel naar jouw richting begint te kijken, dan met de verdenkingen. Ja, precies. Um, Volgens mij horen we Coco zelfs het einde van deze aflevering zeggen dat ze al in is gegaan op één kandidaat. Dan denk van ja. dat is een beetje te vroeg voor in het spel om nu al in te gaan. Het is ook, ja, de, de, ja. Het is ook de vraag of, of ze dat echt gedaan heeft, natuurlijk. Ja, en ik ze, denk ja. ook wel, zeg maar, je kunt in het begin al ingaan. Maar heel veel vragen zijn zo algemeen. Dan krijg je de vraag had jouw mol bij uh, de coole de, de Kekkers of bij de, 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 de puzzelaars in de eerste opdracht. Ja, het ja. dus ja, is gewoon 50-50. Ja, dat is waar. Alleen ja, je kan zo een soort waas voor, je, voor jezelf creëren. Dat ja, je denkt dat je goed zit, maar dan ja, heb je gewoon, of bij het snelst geweest, of heb je inderdaad wat je zegt, gewoon goede keuzes gemaakt, goed overwogen. Ja. En uh, ja, dan maakt het alsnog niet uit of je nou wel of niet goed zit op de mol. Dus nee, maar je is het allerlei slechtste passen. Je kunt eigenlijk van deze uitspraak van Coco, kun je pas beoordelen als ze gewonnen heeft of als ze de mol is. Of als ze eruit vliegt, dat ze dit echt gedaan heeft. Ja, en dan weten we in ieder geval dat ze waarschijnlijk al snel dan op, hè, op de goede mol zat. Maar, ja, ja, kijk, als ze er lang in blijft zitten ja. en ze wint uiteindelijk, dan heeft ze waarschijnlijk echt vanaf aflevering 2 op de, op de mol gezeten. Mm -hmm. uh, en als dat niet gedaan, heeft ze waarschijnlijk gewoon een aantal keer geluk gehad met dat vragen ideaal ja. waren voor, voor op die mol te zitten. Precies. Ja, en dat de mol constant bij degene zat op wie zij zat. Ja, ja. Um, zullen we doorgaan naar de tweede verdieping? Daar hadden we dan nog uh, tien ja. foto's van uh, ja, bekende mensen. En dan was de vraag of ze al een keer in de gevangenis hadden gezeten. Uh, ook hier zien we dat het weer heel veel fout gaat. Ook omdat vooral die kaarsen heel vaak uitgaan door de ventilatoren. Ja. Um, en. Toch merken ze op een of andere manier niet echt op dat ze contact moeten maken met, ze, met zenden via die portefeuille. Volgens mij is het op een gegeven moment Michael buiten, die het op een gegeven moment een keer roept: van hey, je kan ook contact nemen met zenden die staan bij de portefeuille. Ja, precies. En dat wordt dan uh, heel maar... snel een beetje weggelost. Uh, ge, ge, ja. van doe dat maar niet, dat leidt alleen maar af of zo. Beetje ja, raar. ik vind het van beide kanten heel raar. Want ja. inderdaad, vanuit buiten wordt gezegd: doe maar niet, want het heeft geen zin. Maar ik ja. vind dat senne ook niet echt moeite doet om het. zeg maar Hij zegt een paar keer: luister luisternamen luister Maar dat is het ook. Ja. Zeg gewoon van: we moeten samenwerken direct. Dan heb je veel Klopt. meer de aandacht. Ja, volgens mij wordt er letterlijk gevraagd van, heb jij iets waardoor de ventilatoren in, jouw kamer, in de kamers uit kunnen? Ja. En dan zegt hij, ja, ik heb hier een knop staan. Waarom begin je daar niet gelijk over, wat je allemaal in je kamer hebt staan? Ja, dat. Dat, dat, dat. dat is wel gek, ja. Ja, ik, ik, ik vind, ja, ik vind van, vanuit, vanuit verschillende kandidaten dat het hier... Ik vind vanuit Senne vind ik het gek, maar ook vanuit... Ja, dan, dan uh, Carolien die, die zei dat, maar die gaat er dan uit. Dus ja. dat, we weten dat zij het niet is. Nee, maar Charlotte maar die, met... die praat ook wel een beetje ja. mee met, met Carolien daarin hoor, moet ik zeggen. Precies, uh, dus uh, dat ja. vind ik echt wel heel, wel heel gek zeg maar, dat ze dat doen. Uh, en uiteindelijk dus yeah. is het dan Philippe volgens mij, die komt met... En, en uh, Bernard, die zeggen we moeten volgens mij met die portofoon iets doen. Juist, ja. Yeah. Ja, dat zou ik ook niet zo snel zeggen hoor, als mol. Nee. Nee. Dat en, zijn, maar dat zijn nou, echt anti-mol acties, wat dat ja, betreft. en dat vind ik van Michael dan buiten ook wel, die dan begint van over van de, hey je, je, Via sender kun je um, contact opnemen. En. Ja. Daar zou ik ook niet zo snel over beginnen als ik daar buiten zou staan, als mol. Nee, nee. Nou. Um, dan hebben we de derde verdieping. Volgens mij zijn Caroline en Philippe degene die, die dus um, ja, die tweede verdieping eigenlijk afronden. En. Uh, dus inderdaad, waar oh, we net ja, al een ja, klein ja. beetje over hadden, bij die, bij die bordjes uitkomen. Uh, en wat dan heel ja. raar is, dat ze echt groot gedeelte van de bordjes allemaal verhangen. Ze hebben natuurlijk die hamer nodig die bij uh, Sand mm -hmm. in het midden van de Kamer ligt. En ja hier kun je alsnog gewoon als mol, weet je, op een gegeven moment wel ongeveer denk ik, hoeveel tijd er nog over is. En ja, kun precies. je daar een beetje op anticiperen dan, toch? Maar daarom vind ik Senna ook wel verdacht. Want ja. hij zegt dus ook van: we moeten misschien even goed nadenken over wie we waar hangen. En dat ja. kost gewoon wel heel veel tijd. Precies. Maar eerst de discussie over wie gaat waar hangen, dat duurt al best wel lang. Ja. Dan moeten ze daadwerkelijk nog nou, al die spijkers of wat zijn het, dingen van de muur afhalen. Ja, nee, die spijkers eruit. Ja. Dat duurt natuurlijk ook veel te lang. Want op een gegeven moment zag ik ook ja. nog iets van acht minuten of zo in beeld staan. Ik denk, nou, jij gaat niet binnen acht minuten al die spijkers eruit kunnen halen. en het allemaal verhangen en dan. Ja, en, zijn. en discussiëren ook. Maar het was ook. Want ja. dat is ook waarom ik me een beetje in de scène-tunnel ben gezogen. Hij wilde ze eerst die hamer ook niet geven. voordat ja. hij wist dat ze, dat ze hem gingen verhangen en Precies. zo. Ja, klopt. Van wat kan je met mij doen? Wat gaan we hiermee doen? Zeg maar dat kost ook heel veel tijd. Want daardoor kunnen ze niet al die dingen los gaan halen en zo. Ja. Ja, ik vond dat hij in heel veel uh, opdrachten deze aflevering heel veel tijd heeft gerekt, zeg maar. En in de vorige had hij dat ook al. Ja, toen heeft hij inderdaad ook wel ervoor gezorgd dat de tijd verloren ging, inderdaad, Ja, met die ja, sleutels. Ja. En, en, ja. ja, heel veel opdrachten hier mislukken gewoon, om die zeg maar, te lukken wel, maar de tijd is op. Ja, precies. Dus het is echt dat vertragen wat, wat dan, ja, uh, dat is Wat mijn rol ja. nu doet. Ja, nou nee, inderdaad. In, uh, kon Sen de tijdklok zien? Of was dat, zat hij aan de ketting en kon hij dat niet zien? Nee, dat kon hij niet, niet bij. Dat zag dat je in het begin. De... Ja. Want hij kon niet bij de sleutels en hij kon niet bij die iPad die er stond. Oké. Okay. Ja, precies. Dus hij kon echt alleen die hamer aan de mensen bij die, bij die uh, bij ja. het hek uh, geven. En, ja, en ja. bij die knop voor de ventilator. Oh ja, ook okay. ja. Ja, precies. Oké. Okay. Um, ja, nee, ik ben het wel met een je eens inderdaad dat Sen hier wel, uh, wel opvalt en... Ja, ja, even met het oog nog op van de vorige aflevering, heeft hij daar ook alleen maar op goede molposities gestaan. Dus, nu ja. toe uh, valt hij wel, uh, wel heel erg op. ja. Um, dus uh, nou, we gaan het in de gaten houden, inderdaad. Um, nou, dan uh, hebben we nog die doos van Pandora, natuurlijk. De, de laatste opdracht uh, van deze aflevering. Uh, we hadden het net al heel even kort over. Hè. De, de kist kon dus geopend worden. Aan de hand van die bordjes, hoe ze aan het einde van deze opdracht hangen, um, ja, wordt de volgorde ook bepaald. Lin uh, Lynn mm -hmm. maakt helemaal geen kans meer om hè, de kist te kunnen openen. En van boven naar beneden zien we dat Caroline en Philippe ja, zichzelf bovenaan hebben geplaatst. Dan uh, volgen Senne en Michael, Stephanie en Charlotte. En als laatste Bernard en uh, Coco. Dus uh, ja, dat zijn de duo's. En ze mogen eerst op de hotelkamer mogen ze al een beetje de tactiek bepalen van wat gaan ze nou precies doen vanavond. En volgens mij wordt de eerste groep om drie uur s'nachts of zo gewekt. Uh, ...om uh, ook echt naar de kist te gaan. Uh, ja, misschien maar gelijk even met Caroline en Philippe beginnen. Volgens mij is Caroline ja. degene die in het begin wel twijfelt. En Philippe is juist degene die aan het twijfelen is... ...als ze op een gegeven moment bij de kist staan. Ja, dat klopt. Een beetje de rol omgedraaid. Ja. Misschien dat je dat toch ja. nog een beetje aan je geweten gaat knagen... ...van, hé, hey, afpasvragen. Ja, gewoon, hey, shit. moet, moet moeten we het doen, moeten we ja. het niet doen? Uh... Ja. Zou je even gaan doen? Ja, tuurlijk. Ja, zou maar je weet, dit, omdat ja. je gewoon weet dat iemand anders het anders doet. Ja, nou, dat vooral, ja. En met acht pasvragen dan ieder vier weet je ook dat je door bent deze aflevering. Ja, maar ja. dat is... Want volgens mij moeten ze ook direct inzetten, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja het is niet want, zoals een joker ja. in mol. Daar kun je ze nog sparen nee. en uh, ja. Maar het is echt, ja, het is gewoon... Gewoon, je weet dat mensen dit gaan openen. Dat, dat, ook al spreek ja. je af van niet. Het is een te, te mooie troef, zeg maar, om te pakken. Precies. Ja. ja, dus als dit duo het niet doet, dan doet het volgende duo het wel. En dat blijft uh, ik ja. maar. Um, dus ja, dan heb je 100% kans om dus als eerste bij de kist te belanden. Mm. En dan uh, doe je er eigenlijk weinig mee. Um, en volgens mij dacht Michael er net zo over, toch? Volgens mij waren ze allebei wel van plan om die kist te openen, dacht ik al. Ja. Bij, uh, uh, bij de tweede duo. Bij ja, Michael en Senne en dat. Uh, ja, Michael en Senne inderdaad, ja. ja. Ja, die openen hem en dan uh, merken ze dus ook dat die zware consequentie: het, uh, het uh, is dat de tijdklok eigenlijk, uh, of de, ja, de geldklok af gaat tellen. En dat alle negen kandidaten, dus zo snel mogelijk bij die tablet moeten belanden. om uh, allemaal hun vinger erop te leggen, waardoor uh, de, mm -hmm. de klok stopt. Um, uiteindelijk is er uh, 3160 euro afgegaan. Dat is wel een, uh, een flink bedrag uh, van mm -hmm. de 8800 euro die erin zat. Um, ik vond het hier wel opmerkelijk. Uh, op een gegeven moment moet iedereen dus weer naar die tablet toe. En Philippe is degene die eigenlijk in zijn bed blijft liggen. Uh, Caroline staat gelijk op en die loopt naar die tablet toe. En uh, uh -huh. uh, Philippe blijft nog heel even liggen. Die denkt: van ja, dat zal allemaal wel. En ze vergeten <laughs> Lynn <kom>. natuurlijk. <laughs> dat vond ik ook wel gek. Lynn ver vergeten ze gewoon als, ja. als negen. Ja, ja, maar zij lag ja. volgens mij boven of zo. Ja, precies. Ja, en die vergeten ze dan helemaal omdat zij toch al de hele nacht iets had van: ja, ik maak toch geen kans. Dus ik ga wel gewoon lekker nee. slapen en ik zie wel. Dat. Ja, zag het niet helemaal aankomen, denk ik. Ja, dus uh, dat is wel slim uh, om daar nog even uh, mee te wachten. Hè? Ja, ja. ja. Vond, volgens mij is Michael dan degene uh, die Lin op zijn rug neemt, toch? En dan heel snel naar de... Uh, oh, dat heb, ik even, dat heb ik oh. gemist. Dat, uh... Ja, volgens mij wordt ze op een gegeven moment toch gewekt. Wat je zegt, lag ze ergens boven. En volgens mij had ze haar bril niet op of haar lenzen niet in. Dus ze zag heel weinig. En toen heeft volgens mij Michael haar op haar uh, zijn rug genomen. En toen zijn ze naar die kist oh. gelopen. <laughs> ja, dat vind ik dan ook weer dat ik denk van... Ja, dit hoef je als mol dat ook weer al. niet te doen. Laat die klok nee, maar lekker af. Uh. Ja. 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 ja, dat heeft Michael wel, wel veel meer deze uh, aflevering, vind ik. Ja, ja. Um, ja, wat vond jij van de, van de, uh, de negatieve consequentie van, uh, van de kist? Ja, ik vond het wel cool hoe ze het hadden gedaan. Ja, ik ook wel. Ja. Ik snap wel dat je dit nog een keer wil uh, laten gebeuren. Uh, van ja. wat natuurlijk vier jaar geleden niet gebeurde. Ja, zeker. Nou, nee, ik weet ook niet of ze dat vier jaar geleden op deze manier bedacht hadden. Uh, ja, is, dat is, ja, dat is natuurlijk ja. de, het mooie van een doos van Pandora. Want ja. het, het is natuurlijk dat er een, een vloek op de doos van Pandora opent. Die springt op degene die hem opent. Ja, uh, maar in ieder geval, zo, volgens mij is dat ongeveer hoe het verhaal gaat. Mm -hmm. Maar ja, het is, is ook niet, zeg maar, je vloek kun je zo breed maken... Ja. Je, bedoel, je zou ook deze aflevering niet iets hebben hoeven doen... en dat het in één keer over twee afleveringen het effect heeft of zo. Dat zou ook kunnen, ja. Dat er opeens ja. ergens iets in een opdracht gebeurt of zo... en dat kan dan de negatieve consequentie zijn. Ja, ja je kunt het zo Kijk, maken Het, als je het ding van een doos is, hij kan ook vaker geopend worden. Dus het, het zou mij niks verbazen als hij nog gewoon een keer terugkomt dit uh, Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Misschien dat ze dan juist dan ook weer op het verkeerde been worden gezet... en dat het juist dan ja. een leuke consequentie is of zo. Of hè, een consequentie ja, die alleen maar voor jezelf... Ja. Ik, ik geloof niet dat het leuk Volgens mij is het ding van de Doos van Pandora dat je dus inderdaad hem opent en er iets goeds uitkrijgt, maar tegelijkertijd ook iets wat misschien nog wel erger is dan dat goede wat je krijgt. Oh, dat is ook echt de Griekse mythologie, ja. zeg maar. Die de, ja, nee, ik nee, weet niet precies meer wat de Griekse uh, het verhaal hiervan ja, is. Ja, maar Het is overigens wel nou, een interessant verhaal. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we, gaan we opzoeken voor de volgende podcast, denk ik. Ja. Uh, wel, wel grappig dat er dan, ja, vier jaar geleden was het dus zo dat de naam schuil ging in de kist. Dat liet Giel nu een beetje in het ongewisse. Zo van ja, het zou kunnen dat de, de, de naam er nog in zit, weet het niet. Maar op het einde van de aflevering zie je dus wel dat hij op een gegeven moment een soort lampje onder de tafel nog vandaan pakt. en dan op de deksel van de kist aan de binnenkant schijnt. En daar zie je dan alsnog. Ja. ...de naam van de mol is... ...en dan, dan stopt eigenlijk gewoon de aflevering. Dus dat, dat was wel grappig geweest... ...dat ze dat ontdekt hadden. maar Dan had je en de kist moeten openen... ...dan zie je dat de klok afgaat... ...dan raak je eigenlijk al een soort van paniek... ...en dan, dan. had je dan nog moeten achterhalen... ...dat er dan een, dan, een lampje ligt waar je iets mee kan. Nou ja, ja. Dan, dan had je eigenlijk ja. met de twee al moeten zeggen van... ...hé, hey, we laten die pot leeglopen ...en we gaan kijken of er een hint in zit. Dan nemen ja. we de, de, de lege pot op de kop toe, zeg maar. Precies, ja. ja. Ja, dat, daar hadden ze over na kunnen denken, maar ja, als je dit niet verwacht dat dit gaat gebeuren, dan um, ja is het wel een veilige keuze van de programmamakers, denk ik, dat ze dit zo uh, ja. nog als verborgen aanwijzing doet. Even los van... Ik was heel even snel wat van die doos van Pandora op aan het zoeken. Ik ja. zie hier dat, dat de Wikipedia ervan zegt... Dat, een tegenwoordige, uh, dat, 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 dat tegenwoordig de doos van Pandora eigenlijk gebruikt wordt als. Uh, het, 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 wordt, het wordt verteld als een heel mooi iets. Maar wat in werkelijkheid eigenlijk gewoon ja, een, een slecht iets is. Een vloek is die je uitroept over jezelf of, of een ah, groep of zo. Ja. Dus het is meer. Ja, hè, uh, je kunt een drol verpakken. Dan denk je dat je een cadeautje krijgt. Maar het blijft een drol. Ja, zo van de buitenkant kan heel mooi vertekenen wat er echt uh, ja, schuil gaat. Wat er echt in zit. Ja, 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 precies. Ja, ja. Dat, en dat ah, is ja, ja, kijk, en zo kennen wij het natuurlijk ook allemaal. Maar precies. Dat, uh, ah, ja, Dat is wel, uh, wel een leuke uh, mythe, ja. inderdaad, ja. Um, dan, um, ja, had ik nog eigenlijk één vraag voor jou, uh, G. En dat was um, waarom? Uh, denk je dat de mol uh, de kist moest openen hier? Of? Hadden de kandidaten dat ook gewoon kunnen doen en maakt dat de mol alleen maar verdachter. Want ik weet dat Sennie dus jou, jouw mol is, ja. kunnen we wel stellen, toch? Ja, voor mij zeker. Ja. Uh, nou, ik denk niet dat je per se maakt als mol zijn als je hem opent. Want waar we het ook, wat we ook al zeiden. Ja, eigenlijk zou bijna iedereen het doen. Ja, maar dan, dan zou je nog ik, kunnen zeggen van... Waarom zou, ...waarom zou je dan niet iemand anders de kist laten openen? Dat is een ja, beetje... Ja, denk, ik kan ja. me alleen voorstellen dat je misschien als zijn er bij wilt zijn... ...om er zeker van te zijn dat mensen niet in die kist gaan rommelen... ...en erachter komen dat jouw naam erin staat. Ja, dat kan me ook voorstellen, ja. Ja, ja. ja. kijk, en, en ja. stel we gaan ervan uit dat, dat Senne of Michiel de Mol is... Uh, ...of Mich Michiel, Michiel, ik weet niet ja, hoe je het Ja, Michiel volgens mij, ja. Ah, ja. Michiel. Maar als we ervan uitgaan dat één van hun de mol is, kijk, dan kunnen ze er natuurlijk voor zorgen dat, dat ze echt ook direct bezig gaan met, met mensen wekken. En niet dat bijvoorbeeld één iemand toch nog gaat zoeken in die kist of whatever. Ja. ja, dat is wel waar wat je zegt. Ja, Dan kun je het maar beter zelf doen en dan zo ja. snel mogelijk weg bij die kist. We gaan de andere mensen halen en voorkom je dat als het ware. Ja, dat is wel waar wat je zegt. Um, maar ja ik, ja, ik vind mensen niet verdachter of minder verdacht door het openen van de kist, in ieder geval. Nee, ik snap vanuit kandidaatperspectief uh, kan ik het ook wel begrijpen dat je hem opent, waar we het net ook al mm -hmm. wel over hadden. En dat maakt het niet zo heel veel uit wat de mol doet, denk ik. Ja, nee. Ik denk alleen wel de ja. wil natuurlijk min geld, dus die wil de kist sowieso open. Maar omdat hij weet dat andere kandidaten het ook gaan doen, Precies. maakt je niet veel verdachter. Ja, precies. Ik vond alleen wel dit seizoen, um, ik weet niet meer hoe dat vier jaar geleden was, uh, het prijzengeld wat er tegenover stond, dat was dan 2.000 euro, had ik wel ja. zoiets van, je hebt het wel zo laag gemaakt dat je wilt dat de kist open gaat. Ja, precies. Ja. 2.000 euro, ja, boeien. Als het 10.000 was, ja, had ik nog er... gedacht van, oké, okay, ja. Hè? Ergens is het ja. wel waar, ook wat Philippe zegt, dat het eigenlijk min 5.000 is. Want je hebt niet ja. 2000 kunnen pakken die je eigenlijk zou krijgen. En je hebt min 3000. Dus ja. Ja, dat is in totaal is min 5000 eigenlijk. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Um, dan hebben we nog de test en de eliminatie. Ja, de, de rol van uh, de verdubbelaarsbewaarde wordt dus nu elke keer vlak voor de test wordt die gewisseld. Uh, degene mm -hmm. die hem heeft, die aflevering, mag hem dus aan iemand anders geven. Uh, ja. En Ben geeft hem dus nu aan Lin. Kunnen we daar dan eigenlijk uithalen dat Bernard Lin niet verdenkt? Is dat ja, want ik, ik denk dan. dat de tactiek hier is dat je hem geeft aan iemand die jij vertrouwt. En waarvan jij het idee hebt, die zitten redelijk goed op de mol, zeg maar. Ja, precies. Want he, je wil iemand geven waarvan jij zelf denkt, dat is de mol niet. Want de mol gaat nooit een verdubbelaar inzetten. Ja. Uh, maar je wil ook ja. niet dat diegene eruit vliegt, want dan verliezen je al je verdubbelaars. Ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe het gaat gebeuren als, stel de, de mol krijgt hem in een aflevering. Ja. Gaat de mol dan inzetten bij een opdracht waarvan die van voorhand al weet, het is een moeilijke opdracht, dus als ik hem hier inzet is het wel veilig en dan spelen of ja, dat en, Of dat er, ja. er kwijt raken of zo, of net, uh, net, net zoiets. Ja. Ja, en, want dat hoor je natuurlijk in het dagboek van de mol. Eigenlijk is dit het, het ideale scenario deze aflevering, want alles gaat mis voor, uh, en de mol vindt dat prachtig en hoopt dan eigenlijk ja. nog dat de, uh, de afvaller, de Um, Verdubbelaar op, uh, op zak heeft, inderdaad. Maar dat gebeurde dan weer net niet. Nee, uh, nee. Uh, Je ja. kunt niet altijd zes gooien. Nee, nee. Er werd al twee keer zes gegooid, de derde keer uh, helaas niet voor de Mol. Maar, uh, Precies. Ja, het was een lekkere aflevering voor de Mol. Dat kunnen we wel stellen, ja. Um, ja, dan um, gaan we kijken of Lynn volgende week uh, ook door is. En, um, ja, wie ze dan weer de verdubbelaars geeft. En of ze er überhaupt mm -hmm. nog eentje in gaat zetten. Er zijn er dus nog drie nou, ze over. mag ze sowieso afgeven. Dat, uh, ja, dat, sowieso. Oh, dat klopt. Ja, inderdaad. Voor de ja. Ja, eliminatie, dat klopt. Um, dus ik ben benieuwd of ze er uh, ja, handig en tactisch gebruik van gaat maken. De eerste is dus een soort van, uh, ja, verspeeld. Om Ja. Van, ja. Ik vond het niet een hele ja. slechte voorspelling overigens. Het was niet nee. dat ik dacht dus deze opdracht is onmogelijk. Het was niet raar dat hij mislukte. Maar nee, maar dit was wel. Uh, op voorhand was 5000 te verdienen. Ik snap dat je er dan graag 10.000 ja. maakt. Uh, dat, Bij die andere was maar 4.000. Dus. Nou ja, ja. Je, hebt er ook, je hebt er in de eerste aflevering ook vier gevonden. Hè? Kijk, en ja. dit is de eerste aflevering. Het wil echt niet zeggen dat, er, dat je dan nooit meer gaat vinden. Ja, denk dus je dat ze nog komen, mee, inderdaad. Ja, het lijkt me, ik denk het wel toch? Ja, het lijkt mij ook wel, ja. Het lijkt ja. me dat je dan sowieso voor iedere aflevering eentje gaat vinden. Ja, of dat ze zeggen van. Als er inderdaad dus nu uh, de afvallen afvalt met de verdubbelaars. dan doen we er weer iets extra's uh, mee in weer. Ja, zo. dat zou ook kunnen. Zo ja. zou ook kunnen. Dat zou nog kunnen, ja. ja. Maar goed. Um, dan gaan we nog even kijken bij de verdenkingen van. Um, ja, de uh, moloten. De, de mensen die de video's ja. kijken. Die hebben weer uh, gestemd op wie hun mol is. En wie staat daar boven. Ja, ook mijn molletje, Senne. Kijk. Topal met een verpletterende meerderheid, moet ik zeggen. Ja. 42 van, uh, of 42 stemmen. 26 procent inderdaad. Ja. Ja. Um, gevolgd door Charlotte met 16,5 procent bijna. En Stephanie maakt de top 3 af met 15 procent. Uh, Lynn het meest, minst verdacht. En dat begrijp ik ook wel ergens. Ja, dat uh, snap ik ook heel goed. Ja. Uh, dan moet ik het wel ja. even. Ja, officieel aan je vragen. Uh, G. Uh, wie is jouw vol? Ik denk dat het ja, al, anders ik, al wel weten. Ja, ik, ik blijf lekker op scène zitten. Hij is, snap ik. ik vind hem tot nu toe gewoon iedere keer op goede posities zitten. En, en, en zeg maar, voldacht, maar niet te verdacht Ja. Ja, uh, uh, dat merk ik wel. Hij zit wel echt overal goed tot nu toe in dit seizoen. Dat dus je ja, denkt van. Ja. Hmm, als ik kandidaat zou zijn, had, was me dit wel opgevallen op een gegeven moment. Ja, mee. dat, dat, dit, dat, dat trekken, heb ik ook wel. Ja. Maar ik vind het ook wel. Ik, ik zou het ook niet erg vinden als je een keer een mol hebt die echt gewoon actief bezig is met geld uit de pot proberen te halen. En, uh, ja. Nou, hij doet goed zijn best uh, tot nu toe. Dus, ja, uh, zeker. Gaat lekker. Ja, ik zou zeggen. En jij? Ja, uh, uh, yeah, ik, yeah, ik. heb Stephanie deze aflevering wel wat minder verdachte dingen zien doen dan uh, de vorige keer, de vorige aflevering. Mm -hmm. Maar het feit dat ze ook aan die andere kant van de boot hing... waar je het snelste eruit kon komen... zegt me wel dat ze sowieso bij die vier moet zitten. Volgens mij zat daar ook ja. Caroline bij die afgevallen is nu. Weet ik even niet zeker. Uh, uh, Oeh, de weet ik ook even niet zeker. Maar... Nou, weet ik, nee, daar zat Charlotte bij trouwens. Dat was zij niet. Uh, en bij Nars zat daarbij. bij, ja. ja. Dus, nee, en daar zat Senne dus ook bij. Dus ja, ik snap wel ja. dat, uh, dat je Senne zegt... Ja, ik zit wel een beetje op twee gedachten. Of het is Senna of het is Stephanie. Een van die twee. Dus ja. uh, toch nog ik, ik, Ja, ik kan je gedachtengang met Stephanie ook wel volgen. Die heeft ook wel goede posities en uh, wel ja. een aantal verdachte Ja, volgens mij is ze ook wel een paar keer een fout um, feitje uh, eruit getrokken. Daarbij, uh, bij de eerste verdieping. Um, ja, met dat ijs doet ze het ook niet heel erg haar best. Ik weet niet of dat de allerbeste molpositie was. Maar, nee. ja. Zij maar een ja, wat ook zei is... Dus, ja. dus, niet een slechte molpositie ook. Nee, dat is zeker waar. Nee. Dus. Molletje ja. die misschien iets minder uh, uh, op de voorgrond treedt dan uh, Senne, in mijn ogen. Maar misschien is dat de tactiek juist. Dus ik ga, blijf nog even bij Stephanie. Maar ik vind Senne een goede tweede. Ik, uh, ik kan je helemaal ja. begrijpen. Dus. Uh, ik hoop eigenlijk dat een van deze twee afvalt. Want ik hoop niet dat ze allebei in die finale komen. Daar ben ik wel een beetje bang nee, voor. Inderdaad. Dan wordt het wel lastig. Uh, dan wordt het lastig. Uh, dan wordt het heel lastig, inderdaad. Ja. Nou, uh, volgende week, dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe uh, aflevering van de podcast. Uh, je kunt ons volgen op onder andere Spotify, maar ook op YouTube. Daar kun je ook uh, de podcast bekijken. Dus met beeld ja. erbij. Uh, of in je favoriete podcast app eigenlijk gewoon. Precies, ja. Dus uh, ja, volg ons daar even. Geef even een rating als je de aflevering leuk vond. En uh, volgende week zijn we er weer.